lieve mensen. Hallo. Jullie zullen wel denken, wat is dit nou? Waarom krijgen wij een vraag van Frans Vincent om onze oren op een doordeweekse dag? Of niet op een vrijdag? En dat zal ik jullie vertellen, want deze jongen dacht, weet je wat, we gaan het even live doen. En dan ga ik even lekker alles behandelen. En weet ik veel wat allemaal. Maar ik liet me meeslepen in het moment. In the heat of the moment. En ik was ook champagne aan het zuipen. En ja... Op een of andere manier ben ik helemaal niet toegekomen aan waar het echt om draait, lieve mensen. En dat is natuurlijk jullie vragen. Nee, jullie vragen en natuurlijk de prijsvraag. Waarbij jullie dit kunstwerk konden winnen. En kunnen winnen, want ik heb hem nog niet bekendgemaakt. Hij is al wel bekend, natuurlijk. Hij is al wel bekend, maar dat weet alleen ik. En jullie nog niet. Dus dat gaan we nu allemaal doen. Wat gaan we nu doen? We gaan een paar vragen... We gaan een paar vragen behandelen. En natuurlijk de brief van de week. De brief van de week. En dan komen we bij de... prijsvraag. Ik heb een lekker glaasje chilorans. Zoals jullie zien. Zie je dat? Jullie zullen wel denken, hè? Maar Vincent, is dat wel een glaasje chilorans? Want ja, jullie kunnen dat niet zien, want het glas zelf is ook oranje. En dan valt het tegen elkaar weg. Maar geloof me, er zit echt chilorans in, lieve mensen. En niet zomaar chilorans. Verse chilorans. Vers geperste chilorans. En er gaat niks boven een glaasje verse chilorans, lieve mensen. Nee. Tenzij je niet van chilorans houdt, dan moet je gewoon wat anders zuipen. Maar goed, dat moet jij weten. Goed, we gaan even knallen, want... deze jongen gaat op vakantie, maar ja, een man, een woord. En ik wilde jullie toch niet laten hangen, weet je wel. Dat jullie denken van, ja, maar hij heeft ons prijsvraag beloofd en dan vertelt hij niks. Of dan, hoe zeg je dat? Nou ja, maakt niet uit. Dus we gaan gewoon beginnen en dan zien we wel weer waar we uitkomen. Ik hoorde een piepje, hoorden jullie ook een piepje? Het zal me wel. Daar gaan we, van Siep Vonken. Ik behandel niet alles, want ja, jullie stellen een heleboel vragen. Ik wijd te veel uit. Ik wijd te veel uit met de vragen dan. En niet dat je denkt van, god, hij is uitgewijd. Ik bedoel, met die baarmoeder is alles nog, met mijn vagina is alles gewoon nog prima in orde, hoor. Dat is een prima vagina, al zeg ik het zelf. Oh. Veel fruit eten, jongens en meisjes. Oh. Hey Vin, ben ik weer na lange tijd geen vraag te hebben gesteld, maar hier komt hij. Ik heb zo'n beetje het idee, tussen aanhalingstekens, ik weet het zeker, dat ik wakker geworden ben. Ja, ik ben ook wakker geworden vanochtend. Ik bedoel, wat wil je nou? Nee, daar gaat het niet over. Hè? En sowieso, hoe weet jij dat je wakker bent? Ik bedoel, misschien als je slaapt, misschien is dat wel het echte verhaal. Of dat je dat als we dood zijn, dat je dan echt wakker wordt. Ik weet het bijna wel zeker, maar goed. Het zijn er maar weinig gegeven die in dit leven echt wakker worden. Maar daar komen we nog op terug. Dit is pas voor korte perioden. Soms heb ik de neiging om iemand wakker te maken. Heb ik overigens nog niet gedaan. Heb jij tips om die neiging weg te krijgen en om met de mensen om te gaan die nog in een psychose zitten? Ik ga natuurlijk wel gewoon met die mensen om, maar ik bedoel hoe het best die denkwijze van ze kan negeren. Met vriendelijke hallo, hallo. Ja, weet je, ik weet niet over welke wakker worden jij het hebt, weet je. Het echte wakker worden, er is natuurlijk geen echt en nep. Er is niks goeds, er is niks fouts, maar...
Ja, volgens de non-dualiteit, de Advaita, en volgens de grote goeroes, weet ik veel wat. Zelfs van de goeroes is het nog de vraag of zij echt wakker zijn. Wakker worden of wakker zijn is jezelf als niet afgescheiden ervaren van de rest, van het alles. Hè? De aarde, de zon, de maan, de sterren, het universum, alles is één. Er is geen twee. En zoals het moment dat jij je als afgescheiden gaat ervaren, ja, dan ontstaat het lijden. Dan, als jij je gaat vereenzelvigen met je ego, met alles wat je niet bent, ja, dan kan het nog wel eens moeilijk worden. Maar goed, dat moet jij weten. Het echte wakker zijn, dus in een constante realisatie van het feit dat dit leven maar een droom is. Hè? Dat dit niet echt is. Hoe echt het ook lijkt. Weet je, op een dag gaan we allemaal dood. Ja, en dan. Sommige mensen denken het houdt op. Maar goed, ik heb dan in dit leven al mogen werken met een bepaald medicijn. Waar je een complete ego dood hebt en waar je teruggaat naar de bron. En die bron is een kosmische, onuitputtelijke bron van een goddelijk orgasme. Het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt, het beste gevoel wat je ooit hebt gehad, het lekkerste orgasme wat je ooit hebt gehad. Maar een miljard, triljard, biljoen, miljoen, ja, dan ben je er nog niet. Dat is een kracht, dat is liefde, dat is... Wow, man, motherfuckers. De bron. En zelfs dat is nog niet eens het echte ontwaken. En ik wil ook niet zeggen dat ik wakker ben. Ik bedoel, ik zit ook nog wel eens gevangen in mijn zogenaamde probleempjes. En mijn huilenbalkie. En ja, dat je druk maakt om de toekomst van de aarde. Terwijl ja, of gewoon de toekomst. En dat je druk maakt om dingen, ja, die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Want weet je... Waar je nu druk om maakt, over een half jaar lach je erom. Weet je, ik bedoel. Het is allemaal niks. Het is allemaal voorbijgaand. Alles gaat voorbij. En wat ik net zeg, zodra jij je daaraan gaat klampen, ja, dan ga je het jezelf echt fucking moeilijk maken. En het wakker zijn is niks minder dan dit alles zien als een grote stroom ervaringen. Een film, een droom. Weet je, zie het als een toneelstuk. Weet je, je kan je wel, als je naar theater gaat, laten meeslepen door het toneelstuk. Maar ergens weet je, het is maar een toneelstuk. En dat is het met dit leven ook. Het is één grote show. Weet je, kort voordat mijn moeder overleed, die heeft een maand ongeveer... die is afgelopen jaar overleden na een ziektebed van een jaar. En ongeveer de laatste maand heeft ze een beetje. Ze ging euthanasie doen. Maar de dokter was op vakantie, maar ze wilde per se dat haar huisarts dat deed. En dat kan ik ook wel begrijpen. Maar ze had moeite om dit leven los te laten. Dus ze heeft echt speciaal gewacht. Dit wordt wel heel erg persoonlijk, hè? Maakt niet uit. Ze heeft echt heel erg bewust gewacht. Op dat moment, maar de maand daarvoor was ze behoorlijk al aan het balanceren tussen hier en daar. Dat merkte ik aan hoe ze zich gedroeg. En, nou, maakt allemaal niet uit. Maar op een gegeven moment zei ze, het was een mooie voorstelling. Kort voor de dood zei ze, het was een mooie voorstelling. En dat is precies wat dit is, weet je. Het is een voorstelling, niks minder, niks meer dan dat. Oh. Wat is dat nou? Wat is dat? Oh, een printer. Ik zie jullie naar dat glaasje Chulerans kijken. Van, zit er wel echt Chulerans in? Hier. Zal ik jullie even meenemen in een wereld van verse Chulerans? Kan je even kijken. En dan, weet je, ik zou toch sowieso nooit tegen jullie liegen. Kijk, zie je dat? Echte Chulerans, lieve mensen. Oh. Dus dit is Chulerans. Althans... Dat denken wij ook.
Weet je, misschien heet het wel Koolibidoeloep in een andere dimensie. Weten wij veel. Maar goed, wij noemen het Chudorans en dat moeten wij lekker weten, lieve mensen. Maar goed, om terug te komen op je vraag. Ik weet niet over welk... Wakker worden is een proces, weet je. Eerst ga je de wereld echt... Eerst stap je uit de matrix. Deze 3D-wereld die ze hebben gecreëerd. Dit systeem. Waarvan... een heel dubieus systeem. Een systeem gebaseerd op ego. Ze willen ons laten doen denken dat dit de echte wereld is. En ons constant in een angstbubbeltje houden. Zodat jij maar niet ontwaakt tot je goddelijke natuur. Hè? Want dat is wat we zijn. We zijn allemaal een stukje van de bron. Creatie, God. Allah. Yahweh. Krishna. Weet je? Dat is wat wij zijn. Wij zijn liefde. Creatie. Wij zijn kinderen van creatie. En wat wij doen is creëren constant. Wij creëren constant. Maar goed, dat heb ik al heel vaak gezegd. Alles is creatie. En jij kan alles, maar alles wat jij wil in dit leven kan je manifesteren. Maar als wij dat weten, ja, dat willen ze niet dat wij dat weten natuurlijk. Want dan zijn ze hun macht kwijt. Dus alles wat er gebeurt, of weet je, vooral als je televisie kijkt, nieuws en media. Alles wordt er maar op je afgetorpedeerd om je in die illusie te houden. Hè? En in angst. En weet ik van wat allemaal. Maar goed, dus dat. Maar goed, soms heb ik de neiging om iemand... Maar ik heb zo'n... Het is een gradueel proces. Hè? Eerst stap je uit de matrix. En dan... dan ga je afvragen, wat is dit leven dan wel? Nou ja, weet je... Alles is één. Je bent één met de aarde, de zon, de maan, de sterren. Dan ga je dat ervaren. En op een gegeven moment... je gaat telkens... Het is een soort pellen van een ui. Je, wakker worden is... dat is niet... ik trek aan een touwtje, hiepen de piepen, hoera, ik ben wakker. Nee, dat is zelfvernietiging, zelfdestructie. Althans, voor zover het zelf er al is. En... Ja, het is er maar voor weinigen weggelegd, maar misschien krijg je een globale ontwaking binnenkort. Hè? Dat heel de mensheid haar ware natuur herinnert. En dat zou mooi zijn, want dan kunnen we een hele gezellige, mooie wereld gaan bouwen met z'n allen. En daar kom ik later op terug. Maar goed, ik weet niet wat jij wakker worden noemt, weet je. Ik ben ooit begonnen met... Ik vraag me al mijn hele leven af, wat is dit voor freakshow? Waar de fuck ben ik in mijn land, weet je? En ik blijf maar vragen, wat ben ik? Wat doe ik hier? Wat is dit leven? Die shit. En dat is niet altijd even leuk. Want je komt soms tot de pijnlijke ontdekking dat er helemaal geen zelf is. Dat er helemaal geen Vincent is. Dat alles maar een droom is. Wacht, ik wijs er te veel uit. Wat is voor jou wakker worden, weet je wel? Is het uit de matrix stappen of de matrix zien voor wat die is? Of misschien ben je er al. Misschien zit ik een uur in de rondte te lullen en misschien ben je wel de Boeddha. Hè? Weet ik niet. Maar goed, maakt niet uit. Misschien ben je wel verlicht. Hè? Maar goed, verlichting is dus de droom zien voor wat die is. Hè? En aan niks. Of althans, dat is een onderdeel van het realiseren van die droom. Niet gehecht zijn aan. Ik neem even een glaasje dans hoor. Vers geperst. Maar goed. Soms heb ik de neiging om iemand wakker te maken. Weet je, jij kan niemand wakker maken. Want wakker worden moet je zelf doen. Je kan niet pap, 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 pap. Wakker worden, ja dat kan 's ochtends. Maar dan alsnog moet diegene zelf wakker worden. Je kan iemand 80.000 keer in zijn bek rochelen en slaan. Diegene moet zelf wakker worden. En daar kan je niks aan doen. Je kan vragen stellen, je kan met iemand praten. Je kan af en toe wat zaadjes planten, maar meer kan je niet doen. Weet je, je kan niet jouw waarheid, voor zover er al een waarheid is. En misschien is wakker worden niet eens wakker worden, weet je. Misschien zijn verlichte mensen ook wel, ja, maar helemaal niet verlicht. Maar goed, het is allemaal... concept. Althans,
Als je die waarheid een keer ziet, mag zien, ervaren, dan weet je het. Maar goed, je kan niet iemand wakker maken. Heb jij tips om de neiging weg te krijgen en om met mensen om te gaan die nog in de psychose zitten? Nou, ik ervaar het als heel moeilijk om mijn gesprekken of gewoon met mensen om te gaan die niet in mijn vibe zitten. Weet je wel, vroeger deed ik dat wel. En nu denk ik van ja, het heeft geen nut. Ik kan niet mijn gesprekken, of althans voor zover ik al zin heb op het ouwe hoeren met iemand to dumb down, weet je, om op een niveau van Mogol te zitten. Met alle respect, ik noem het geen Mogol, misschien is dat wel de waarheid. Ignorance is bliss, weet je wel. Soms zie ik iemand maar dan oordeel je, want hoe weet ik waar jij zit? Weet je wel, dat weet je niet. Maar soms denk je met iemand om te gaan die gewoon heel onbewust lekker zijn leven leidt. En misschien is dat wel het echte wakker zijn. Dus ja, je weet het niet. Maar weet je, heeft het nut om met iemand om te gaan of waar jij niks mee hebt? Heeft dat nut? Als jij verder wil in dit leven, ja. Waarom zou je dan een stapje terug gaan doen? Weet je wel? Of met iemand omgaan waar je niet mee vibe? Dat schiet niet op. Ik ga natuurlijk wel gewoon met die mensen om. Maar ik bedoel, hoe ik het beste die denkwijze van ze kan negeren. Nou, dat gaat niet. Die kan je niet negeren. Dan ga je het jezelf heel moeilijk maken. Dus dat. Ik zou gewoon... Ja, hoor ik het weer, dat piepje. Ja, niet negeren en praat. Als je echt met die mensen om wil gaan, praat met die mensen. Van joh, hoe sta jij erin? Wat heb ik ontdekt? Dit en dat. Dat is ook evolutie. Je kan elkaar wel een stapje verder proberen te helpen, weet je wel. Maar dat hoeft ook niet, want alles is goed. Ik bedoel, je hoeft iemand niet verder te helpen. Help jezelf gewoon, weet je. Help jezelf een niveautje verder. En leef je leven, leef die shit. En dan volgt de rest vanzelf. Dan zien die mensen van, hey, die gozer heeft prima naar zin. Of, hey, wat is er bij hem gaande dan? En hoe kom jij erbij? Of van, waarom heb jij het zo naar je zin? Weet je wel, dat trekt aan. Nou goed, dit is, ik denk dat ik je vraag wel heb beantwoord of zo. En zo niet, dan hoor ik het wel. Frank Visser, filosofische vraag. Mijn filosofische vraag, Vincent. Beste meneer Vincent. Mijn filosofische vraag van vandaag is: is gay zijn gay? Hartelijk groet, Frank Visser. PS, ik stel deze vraag vanuit de bodem van mijn hart. I love you. I love you too, Frank Visser. Is gay zijn gay? Nee. Dat ligt eraan wat je onder gay zijn verstaat, weet je wel. Maar als jij bedoelt of het gay is om met drie lullen en een paar ballen in je bek rond te lopen. Dat weet ik niet. Als jij met drie lullen en een paar ballen in je bek rondloopt en je gedraagt je als een pisnicht. Of een relnicht. Of weet ik veel wat allemaal. Dan zou het gay kunnen zijn. Maar je hoeft niet met... een paar lullen en een paar ballen in je bek rond te lopen om je als een relnicht te gedragen. Dus ja, is gay zijn gay, weet je. Maar ik noem dan relnicht. Weet je, als jij je als een homo gedraagt, dan wordt dat in de regel, in de volksmond, dan word je een aansteller genoemd. Hè? Maar ik wil niet zeggen dat alle homo's aanstellers zijn, weet je. Je hebt ook normale, gewoon gezellige homo's, die heb je ook. Aardig, weet je, maar ja, je hebt ook die linksgedraaide fluitnichten, ja. Ik heb er niks mee, weet je. Die zich als een soort half regenboogwijf gedragen. Weet je, zelfs wijven gedragen zich normaler. Of dat is normaler, dat is geen normaal, weet je. Alles mag er zijn, alles mag, maar ik heb er niks mee, weet je. Maar ja, kan ik erom lachen? Nee, ik ken er niks mee. Maar misschien is dat mijn... ego dingetje, weet je, dat vertelt wel een hele hoop over mij, dat ik daar niet mee vibe. Maar goed, ik heb ook wel eens een paar matties gehad die zich inderdaad wel zo gedroegen. Ik denk, nou ja, oké.
Dus ja, jij moet het lekker weten, man. Je moet het allemaal lekker zelf weten hoe jij. Maar ik hou niet zo van het overdreven pisnichterige gedoe. Ja, of het gay is, ja. Pff, weet ik veel. Dus nee. Dat is aan jou. Dat is alles wat jij ervaart. En hoe jij daarover denkt, zegt iets over jouw innerlijke landschap. Dus we hebben het weer over die televisieshow of de show. Het leven. Alles wat er gebeurt en alles wat jij als emotie of reactie daarop ervaart, vertelt iets over jou. Jouw innerlijke landschap, ja, dat heb ik net ook al verteld. En daar kan je alleen maar van leren of zo. Als je dat wilt, hoeft niet. Weet je, jij moet het lekker zelf weten. We zijn er. We zijn er. We komen bij de brief van de week. De brief van de week. De brief van Hallo. Van Nora Meijers. The Return of Nora. Nora. The Return of Nora. Geachte aartshertog Vincent. Na lange tijd ben ik dan eindelijk terug. Ik ben Nura. Ik ben teruggekeerd in deze geweldige serie, in deze illusie, een trip, wat je het ook maar wilt noemen. Ik heb in ieder geval een aantal nieuwe vraagstukken die ik naar je mooie kale kopje ga gooien. Oh. Wil je even kijken naar mijn hoofd? Mag wel hoor. Woehoe. Oké. Gooi maar, Nora, gooi maar. Ik ben ontzettend benieuwd of u denkt dat er een derde wereldoorlog gaat komen. Ik denk persoonlijk van niet, want mocht het zo zijn dat Poetin Europa gaat aanvallen, dan gaan Europa en Amerika waarschijnlijk de kernwapens erbij halen met als gevolg een nucleaire oorlog. Maar dan is er toch een derde wereldoorlog, inderdaad. Wat wil je nou, man? Sorry. Mocht er daar een paar van vallen, dan is er geen aarde meer. Deze gedachtes en de hele situatie maken mij eerlijk gezegd bang. En mijn angst voor de dood is helaas teruggekeerd. Wellicht dat u mij en anderen een beetje over deze angst heen kunt helpen. Waarom zou je bang zijn? Weet je wel? Als de wereld vergaat, vergaat de wereld. En dan is het verhaal klaar. Dan is het ten einde. Hè? En dat is niet goed, dan is het niet, dat is niet fout, dan is het gewoon klaar. Ja, ik bedoel, waar moet je bang voor zijn? Natuurlijk ja, kan er een hele heftige tijd aankomen met angst, pijn, verdriet, misère, weet ik veel wat allemaal. Maar ben je ook bang voor geluk? Ben je bang om blij te zijn? Het zijn allemaal maar ervaringen, weet je wel? En ja, we leven in een hele interessante tijd. Dat sowieso, volgens sommige heilige geschriften en voorspellingen, de eindtijd, hè? Het Kali Yuga. De grote global awakening. En ja, dat is alleen maar fucking mooi om in deze tijd te leven. Ja, waar moet je bang voor zijn? Het schiet er niet op om bang te zijn. Zie het gewoon voor wat het is. Een grote show. Hè? En geniet ervan. Geniet ervan of ervaar het. Dat is het enige wat je kan doen. Ik bedoel, je kan wel bang voor zijn. Bang voor de ervaring. Maar dat schiet niet op. Maar ja, als jij er bang voor wil zijn, moet jij lekker weten, Nura. Nee, ja. We zijn toch niet dit lichaam. Wat wij zijn is een oneindig bron. We zijn een oneindige bron van goddelijke creatie, liefde, weet ik veel wat allemaal. Dus ja, waar moet je bang voor zijn? Ja, dat het misschien ophoudt. Maar ja, dan begint er weer iets nieuws. Weet je, alles gaat voorbij, maar alles voor wat alle. Voor, ja, ik voel. Ik zet ze ook in het ellipticoepel. Nee, voor alles wat eindigt, komt iets nieuws in de plek. Dus ja, als deze hele wereld ontploft, dan komt er vast weer iets nieuws. En dan gaan wij terug naar de bron. Dus ja, niks om je druk over te maken. Maar ik snap het wel. Nu iets anders. Ik weet niet of het vrolijker is of nog triester, maar dat gaan we zien. Ilse en ik weet niet wie Ilse is. Je praat over haar alsof wij haar moeten kennen. Die mensen weten ook niet wie Ilse is. Kom eens eerst even met introductie of zo. Ilse is, of althans Ilse denkt dat ze Ilse is, maar Ilse is dus een avatar in mijn illusie. En weet je, daar hebben we wat aan.
Nora, kom op man. Ik had beter van je verwacht. Ilse en ik hadden laatst een goed gesprek. Nou, dat vraag ik me dus af. Want als je met dit soort shit naar me toe komt... Nee, geintje. Lachen, hè, met Vincent. Haha, hij maakt een grapje. Ilse en ik hadden laatst een goed gesprek. En we kwamen op een vraagstuk waar we maar geen antwoord op kunnen vinden. Ja, dat kan. Heb je sowieso wel eens een antwoord op een vraag of zo, weet je? Want, ja. Wat is waarheid? Wat is waar? Wat is echt? Als je met die vraag aan de slag gaat, wat is echt? Word je helemaal gek. Maar uiteindelijk kom je dan wel bij de kern. Als je dat maar blijft afvragen. Maar goed. Waarvan is de tampeloeres van het transgender van gemaakt? Jij hebt het maar altijd over die transgenders en dat soort shit. Weet je, what the fuck man. Maar ik weet nog steeds niet wat een transgender is. Ik heb me er nooit in verdiept. Waarvan is de tampeloeres van een transgender van, plak ze gewoon een dildo op of die van een andere transgender? Weet ik veel, lekker belangrijk, maar was wel benieuwd. Nou, een hele fijne hallo en een hele fijne hallo. Hallo. Met een hartelijke hallo van... Neura! Neura, ik weet het niet, man. Ik verstuurd vanaf Shaki's lever. Shaki, loop je rare mailtjes te sturen? Huh? Woehoe! Nee, ik zou zeggen, Neura, pakken ze transgender erbij en vragen of je of even in zijn broekje mag kijken of zo. Hallo transgender, mag ik even in je broekje kijken? Hallo? Hallo. Ja, dus dat hè, dus dat. Dan kom je erachter, maar ja, de ene transgender is dan een transgender niet. Dus ja, je weet niet of dat, als je één waarneming doet, dat het bij die ander dan ook zo is. Weet je wel. Je weet niet of het dan... Nou, daar zijn we dan, lieve mensen. We zijn beland. Bij de winnaar van de... Papapiepoe, de winnaar van de papiepoe, prijsvraag. En ik zal eerst eens even... De prijsvraag was... hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Beschrijf jouw utopia. Visualiseer hem en beschrijf hem voor ons. Ik heb er tering veel mailtjes gekregen, maar ik pik er een paar uit. Ze waren niet allemaal even goed. En ik heb samen met mijn oudste kleine eentje uitgezocht. Ik heb er eentje uitgezocht van lekkere teefjes. Oh, hallo is. Mijn ideale utopia toestand zou eigenlijk het algemene concept van liefde zijn. Maar hoe je dat kunt waarmaken, geen idee. Maar zonder liefde is er geen haat en andersom dus ook niet. Dus dit schiet ook niet op. Dan maar een wereld waarin er geen mensen zijn. Ook ik daarbij niet. Ik zou willen dat we alleen met onze ziel leven en niet met een fysieke jij. Misschien doe ik wel op de hemel. Of gewoon of hoe je je voelde toen je nog als kind was, zorgeloos. Een wereld zonder geld, dat zou het beste zijn. Ik weet het al. Een wereld waarin alleen ik er niet ben. Want soms lijkt het alsof ik me te veel zorgen maak om alles. Kortom, ik weet het niet. Misschien als zoals de droom van vannacht dat ik de mooiste trui van Nike voor €50 bij de Action kon kopen. Zoiets. Doei, Vincent. Jeetje, mineetje. Je gaat een beetje op en neer. Hallo is. Maar bedankt. Dankjewel. Van Björn. Een hele fijne hallo, Vincent. Mijn ideale wereld is een wereld waar we verder kijken dan ons neus lang is. Waar we niet domme mensen zomaar een goede morgen wensen als iemand dat zegt. Nee, als jij diegene een grap wil vindt, dan zeg je dat gewoon. We moeten allemaal een beetje directer worden met elkaar. Dus voortaan iemand iets uit beleefdheid iets tegen je zegt en denkt, hela, wat een teringmogel is dat. Zeg je voortaan sticker in, paar lul, je kunt me de tering verrotten. Ik denk dat we hierdoor de wereld een stukje eerlijker maken. Een hele fijne hallo, Vincent. Een hele fijne hallo. Nou, ik weet niet of het daar echt gezelliger van wordt. Maar je hoeft natuurlijk niet te gaan lopen liegen, weet je. Je kan wel gewoon zeggen, ik vind je een paardenlul. Maar dan met intentie om de waarheid te zeggen. Niet met de intentie om iemand te kwetsen. Intentie.
van Neo. Hallo, een hele fijne goede avond, vakantie Vincent. Bij deze wil ik meedoen aan de prijsvraag. Voor het winnen van een mooie schilderij van Shaki. Hieronder zou ik zo gedetailleerd mogelijk mijn ideale wereld, mijn utopie, mijn visie voor de toekomst van deze wereld beschrijven. In het ver verleden droomde ik van een ideale wereld. Een wereld waarin iedereen in harmonie samen zou kunnen leven. Deze droom heeft mijn beeld geschetst en is hopelijk een blik in de toekomst waar we allemaal vol vrede en geluk kunnen leven. Om te beginnen hebben we een goede leider nodig. Een geschikt iemand, iemand die het aankomt om de hele wereld tevreden te houden en samen te kunnen laten leven. Deze persoon zou niet moeten bestaan uit meerdere personen, waardoor we verschillende leiders hebben die in conflict kunnen komen met elkaar. Maar één leider, genaamd Vakantie Vincent. Nou, dat weet ik al nog zin dat niet. Vakantie Vincent zal leiden over de wereld met zijn rechterhand. Hallo. Er zal geen verschil meer worden gemaakt onder de mensen en we zullen doorgaan als één grote samenleving, genaamd Utopia. Om dit realistische beeld voor te zetten, moeten we beginnen met het bekender maken van onze nieuwe leider, Vakantie Vincent. Dit moeten we door middel van Hocus Pocus. Dit doen we door middel van Hocus Pocus en de magie van het toverrijk. Natuurlijk klinkt het allemaal heel gek, maar met behulp van onze radiobad eend Shaki kunnen we toegang krijgen tot deze magie. Tot slot zullen alle mensen een bijdrage moeten leveren aan de samenleving. Dit doen we door middel van een feestdag, Vakantie Vincentsdag, waarop we allemaal doneren aan het Shaki Kwakfonds. Deze feestdag valt op de 16e van september. Persoonlijk gekozen door onze leider Vakantie Vincent. Hier zal hij ons toespreken zoals hij op de eerste Vakantie Vincentsdag heeft gedaan. Zoals te zien in deze video. Ja, moet je even meekijken. Dat is deze video. Is een hele oude video. En die maakte ik inderdaad een hele tijd geleden. Maar we weten natuurlijk allemaal wel dat de echte Vakantie Vincentsdag, de echte Vakantie Vincentsdag. Vakantie Vincentsdag is natuurlijk gewoon 2 juni. Maar mooie mail. Van koning Bezuin. Een hele goede hallo. Het kan me eigenlijk geen pleuren schelen hoe de wereld vergaat. Ik wil gewoon die bad eten. Dan komt alles goed. En nog een hele goede hallo. Lieve mensen. Wij, ik en de oudste kleine, hebben Neo van Heugden uitgeroepen tot de winnaar van de prijsvraag. Dus dat, lieve mensen. Neo, van harte gefeliciteerd met dit fantastische kunstwerk. Eigenlijk mooier dan dit krijg je niet, want hier draait het allemaal om, lieve mensen. Liefde, weet je. Dit schilderij kwam uit het hartje van mijn oudste kleine. En ja, een en al liefde, man. En daar draait het toch uiteindelijk om in het leven. Even denken. Oh ja, jullie willen natuurlijk weten hoe mijn utopia eruit ziet. Want die heb ik ook heel vaak, teruggekregen. Hoe ziet jouw utopia er dan uit? Ja, mijn utopia is een wereld waarin de mens en de natuur met elkaar in harmonie leven. En de mensen met elkaar in harmonie leven. Waarin de mens haar goddelijke natuur eert, respecteert, leeft en viert. Waarin ieder de kans krijgt om zijn of haar dromen waar te maken. Waarin we de ervaringen die ik heb gehad op de medicijnen, dat we die werelden gewoon gaan ervaren zonder medicijnen. Waarin we onze goddelijke natuur gaan leven, waar we met respect voor elkaar en met de aarde leven. Dat is mijn ideale wereld. En dan wordt het één grote gezellige bende. Dan doet iedereen een werk waar zijn of haar hart ligt. Hè? En als iedereen maar gewoon een dak boven zijn hoofd heeft wat te vreten en gezond is, ja, dan hoeft iedereen nog maar 2 of 3 uur per dag te werken. En dan kunnen we voor de rest met z'n allen een beetje chillen. Doe maar we zin in hebben.
een wereld zonder geld. Althans, geld is wel handig, maar niet gebaseerd op ego, winst, hebzucht, haat, angst. Dat schiet allemaal niet op, joh. Dus dat is een beetje mijn ideale wereld. Breng mij tot het volgende. Ik ga op vakantie. Vakantie Vincent gaat op vakantie. Dus ja. Mocht je wat te vragen hebben, kan je het altijd vragen. Of ik nog een vakantie Vincent ga doen. Vraag vakantie Vincent ga doen. Of ik nog een vakantie Vincent ga doen. Weet ik niet. Ik ga voorlopig even op vakantie. En dat heeft met van alles te maken. Afgelopen jaar heeft er ingehakt. Een beetje mijn moeder, de kinderen, de zaak. En nu krijg ik ook nog een derde. Niet zeer binnenkort, maar wel binnenkort. En ik merkte aan mezelf dat het gewoon... Het is allemaal een beetje veel. En... ik wil niemand tekort doen, jullie niet, en mezelf niet, en mijn kinderen niet, en de zaak niet. Dus ik ga even op vakantie. En wanneer ik terugkom, weet ik niet. En misschien wel. Misschien ben ik binnen een week weer terug. Maar misschien ook niet. Ik weet het niet. Maar ik ga voorlopig even op vakantie. En dat heb ik wel verdiend. Neo. Neo van Heugten. Stuur me even je adres. En... zoals ik al zei, ik ben sowieso de komende week niet thuis. Misschien wel 2 weken niet thuis. Maar stuur me je adres en dan zorg ik dat die zo snel mogelijk naar je toe komt. Ja, lieve mensen, bedankt. Bedankt voor het lachen, bedankt voor het huilen, bedankt voor alles. Bedankt voor jullie vriendschap, jullie medeleven. Bedankt. Het gaat jullie goed. En misschien tot snel. En misschien niet. We zien het wel. Moeten wij lekker weten. Nou jongens, een hele fijne vakantie. En een hele fijne vakantie. Hallo. Oh ja, en natuurlijk bedankt voor alle liefde. Alle liefde. En ik wens jullie heel veel liefde, geluk en wijsheid de komende tijd. Want die gaan we hard nodig hebben. Hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal.